hebben Franse sound effects erin gestopt. Dus zo'n guard die zegt stoppie! Dat is zo vervelend. Ik vind het geweldig. Oh, ja, Vic. Je weet wat we gaan doen, hè? Inderdaad, we gaan Monaco spelen. Ja, nee, het is wel leuk. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Zoals jullie inmiddels waarschijnlijk wel weten, ben ik... Vanaf dit weekend gaan we dus starten met Monaco. What's yours is mine. En het is een hele, toffe, het is een hele toffe game. Net als Rocket Birds hebben Victor en ik deze al een keertje gespeeld. Grappig is dat eigenlijk... Ja, laten we gewoon beginnen. Space select. Oké. Goed. Psst. Oh ja, dat is leuk. De game vertelt ook een verhaal. We zijn, weet je wat ik weet van... We zijn gewoon de game ingedoken en we zijn lekker gaan spelen vorige keer. Er is wel een verhaal. Ik moet zeggen, het verhaal boeit me eigenlijk niet zo. Je krijgt het, als je er snel doorheen skipt, krijg je het wel in grote lijnen mee. Je hoort bij een... Ja. Weet je, je wordt ingehuurd als dief. Je moet dingen stelen. It's crime time, motherfuckers. Go! Inderdaad, het is gewoon snel in, snel uit. Ja, en, zeker op een gegeven moment... de dynamiek is heel leuk, er zit een hoop humor in. Op een gegeven moment krijg je ook de mol erbij, dan kan je door deuren. Ah jongen, dat is echt opie, dan kan je gewoon je eigen route maken. Ah, ik ben dan de locksmith, mijn talent is dan van ik kan locks unlocken. Ja. En wat is jouw, welke heb jij nog gekozen? De ik cleaner, heb de cleaner, toch? Ik kan sneaken naar mensen en dan gaan slaapje doen. En er was iets, je kon ook... Een bepaalde view mode kon je oproepen. Blijf heel stilstaan. Je kon ook een bepaalde view mode oproepen en dan waar je al geweest zien. Je ziet dat het nu verandert naar zo'n map, naar zo'n tekening. Je kan ook een knopje indrukken, weet ik nog. Volgens mij was het Z. Nee, het was niet Z. En dan waar je al geweest bent, dat blijft dan ook verlicht in plaats van een tekening. Maar kijk, ik kan nu sneaken en dan als ik dan achter die guards hier kom, dan gaan ze slapen voor een tijdje. Dan, want ja, nou, dat zien we straks allemaal wel. Waarom dat niet? We kunnen er nu niet bij. Ja. De game, je ziet ook dat de game je meldingen geeft van, houd die ingedrukt om te sneaken. Ctrl A. Ctrl A, to view objectives. Dat was het, ja. Oh ja, view escape. Oh ja, en als je Ctrl A doet, dan zie je volgens mij ook hoeveel muntjes er nog zijn. Right? Ja, inderdaad. We moeten nu nog, we zijn nu in het celblok, we moeten nog twee muntjes. Je kan de game wel, zeg maar, een level finishen zonder dat je de... Je kan de game dus wel finishen zonder dat je alle muntjes hebt. Maar het wordt wel sterk aangeraden om de muntjes te pakken. En ik weet zelf niet meer waarom dat was, maar ik weet... Nee, ik weet ook niet meer waarom. Ja, maar ik weet wel dat we toen we het vorige keer speelden dat we ontzettend gefocust waren op al die muntjes vinden. Ja. Misschien waren we wel gefocust op achieves. Achievement unlocked. Ah ja, kijk, ja. De controls zijn vrij makkelijk. Als je een bepaald ding ziet waar je mee kan interacten, zoals wat ik net deed, dan zie je gewoon zo'n soort stopwatchje vollopen en dan, dan doet hij het vanzelf. Dus overal zit een kleine delay achter. Net als nu de tunnel in, zag je van ik ga het nog een keertje doen. Zie je, je ziet hem vollopen en dan ga je de tunnel in. Het is wel heel straightforward. En als de guards achter ons aankomen, we hebben alles van de tunnels. Kunnen we naar boven klimmen. Dan gaan we omhoog. Ja. Want je krijgt ook een bepaalde... aggro die je poelt en die kan je ook weer kwijtraken door gewoon te klimmen en te springen. Ik vind die guards trouwens godschuwelijk irritant. Oh, je ziet ook voetstappen. Oh, sorry. Ja. Ik vind die guards trouwens godschuwelijk irritant met hun... Ze hebben Franse sound effects erin gestopt. Dus zo'n guard die zegt stoppie! Dat is zo vervelend. Ik vind heel het irritant. Geweldig. Pas op. Zeg ook zo... Wacht, ik ga hem van achteren surprise buttsack. Ja. Waar is die? Waar is die dude? Daar. Pas op, deze. Ik ga hem van achter surprise buttsack. Oh jongen, deze gozer gaat het zwaar krijgen. Let op. Buttsack! Ah. Oh yeah. Oh. Ja, maar ik ben hier. Nee. Nice. Oh. Hier is een health pack, eventueel. Oh ja, je hebt ook medipacks en muntjes. Hoeveel muntjes moeten we nog? Nog 4 muntjes. Oké. Okay. Even spieken. Oh! Nee! Doei. Oh. Ah, ik zit achter hem, hij ziet mij niet. Nee. Let op. Pas op. Go to sleep! Shit, hij draait eens krom. Oh jee. Oh jee, dit gaat al mis. Power down the lasers. Wat willen ze nou allemaal? Shit, er moeten nog 2 muntjes.
Oh jee. Nee, we zitten vast. Uh-oh. Ik ga dood. Ah. Nee, ja. Nee, nog één. Oh jee. Oh, nog één. Doei. Oh, hier zijn allemaal health packs. Oh, dat is wel fijn. Nee, ik word helemaal ingesloten. Oh, dit gaat niet goed, Rick. Maar wat moeten we nou ook weer doen? Moeten we hierheen? Ik zoek nog even die andere muntjes. Nou, we moeten door, escape maar... in de van. Hoeveel muntjes moeten we... Oh, je hebt alle muntjes. Oh, we hebben ze allemaal. Muntjes. Ze zaten in de van. Help. Kom eraan, kom eraan. Stop. Oh shit, ik kan er niet uit. 3, 2, 1. Klik. Er is een guard hier. Snel, snel. Escape to the van. Haha. Go, go. Oké, okay, nice. Yes, we hebben alle coins. Cleaned, ah, daar ging het om, dat je cleaned out zag. Dan weet, okay. Je, dat je, dan weet je dat je het gedaan hebt. Oké. Okay. Already unlocked. Hijack de hairpin. Ja, nou, zo zie je van, we hebben al een stukje gespeeld. Nou, ja. Kom er wel. De locksmith. Huppakee. En als je dus geen locksmith neemt, dan kom je dus bij sommige areas niet, nee. Lijkt het nu. Nou, we hebben paspoorten nodig, geld nodig, vriendjes nodig. The lot. The one who dug the tunnel. Nobody locks up mole. Mol has freedom spoon. Ah, mooi, mooi, mooi. Oké, we gaan nu de mol redden en dan mogen we straks met de mol spelen. Geweldig. Ja man, de mol is geweldig. Je ziet trouwens ook rechts onderin zie je steeds leaderboards. Dat zijn andere mensen die dan vandaag gespeeld hebben en dan een bepaalde tijd neer hebben gezet. En daar kun je natuurlijk heel hard je best voor doen om dat te verbreken. Maar dat doen we inderdaad. Niet, denk ik. We gaan gewoon lekker spelen. We kunnen, ja, we gaan lekker spelen sowieso, maar als ze toevallig heel dichtbij komen overeen verbreken, is dat het. Ik ga heel even, mijn toetsenbord maakt nogal kling-kling geluiden, besef ik me nu. En dit is een vrij toetsenbord-intensieve game, dus ik ga heel even mijn controller aansluiten en dan met mijn controller spelen. Anders hoor je continu strakjes klak, klak, klak. Oké, okay. Even kijken of dat lukt hoor. Cool. Help and options, controls. Maar ik wil met mijn controller spelen. Dat kan toch wel in deze game? Game Death Controls. Sneak, use gear, voice push the chat, pause game, toggle shared vision. Ah, toggle shared vision, dat was wat ik zocht. Use gear, sneak, toggle hit, move, aim gear. Nou, geweldig. En hoe doe je dat, toggle shared vision? I op mijn controller, maar wat het dan bij jou is. Oké, okay, ik zal even kijken. Even kijken, payback. Prachtig, payback. Juist, dan geef weer dat hij me gaat. Oké, oké. Oké, ja, hij kan lopen. En zo sneaken. Yes, oké. Okay. Nou, dit is een stuk prettiger met controller. Oké, hier zit een guard boven, maar die kunnen we makkelijk pakken. Ja, je kan ook schieten, dat is mooi, zeg maar. Ja, dan waarschuwen we wel andere guards, eventueel. Ja. Oh, die duif ook. Ja, nou ben je dood, hè. Oeps. Waar moeten we naartoe? Hier naartoe. Nice. Okay. Muntjes, daar hou ik van. Yeah. Het is niet zo omdat we nu die gun op hebben gepakt dat we zeg maar unlimited ammo hebben. Dus je kan zeg maar niet continu blijven schieten. Dat. Ik zie nergens mijn ammo. Oh. Oh, hij ziet me. Oh shit! ik dacht dit is een andere ruimte, maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, dat dacht ik ook even. Ik ga hem pakken. Oké. Ik ben benieuwd of je nou nog je cleaning ding kan doen in de shop. Ja. Dat is mijn specialty. Zup, go to sleep. Oh, nice. Maar ze mogen je niet zien, dat is het. Je kan niet zomaar ineens er naartoe rennen als je al busted bent. Nee. Hier, dit was het. Shared vision. En dan zie ik waar jij ook bent, zeg maar. Kijk, ja, geweldig. Heb jij het aangezet, shared vision? Ja, of niet? Ja. Ja, oké, prachtig. Oh. Oeps. Hij komt eraan. Nou, dan gaat hij dood, hè? Oh nee. Hier. Ik ga hem weer surprise butt sexen. You're just gonna die, bitch. Let op. Go to sleep, bye bye. Yeah. Het is wel zo dat ze... met A kan ik een coin count weer. Het is dus wel zo dat als je... zeg maar, als ze slapen... Kijk, als ze dood zijn, zijn ze dood. Maar als ze slapen, dan maken ze elkaar wakker. Dus zeg maar, ik kan iemand wel laten slapen, maar als er dan een guard langs komt en je ziet hem slapen, dan maakt hij hem wakker. We moeten naar de shoreline. We moeten hier naar de shoreline. Ja. Daar zijn nog muntjes. Daar staan we al. Oké, cool. Wij zijn, ik weet het niet meer, joh.
We moeten echt niet onze dayjob opgeven om crimineel te worden. Oh nee. Ja, nu ben jij de mol. Dat nu ben jij de mol. Nu kan jij ook... Oh, ik ben de mol. Sorry. Ik zit verkeerd te kijken. Cool. Kijk, dan kan ik overal doorheen. Dit is zo baas. Zie je dat? Yeah. Oh, tof man. Mijn controller trilt terwijl ik aan het lopen ben. Hier. Stoer. Nick. It's crime time, motherfuckers. Woep. Penny Arcade. Oké. Okay. Oh nee. Nee, we moeten deze dude hebben. Penny Arcade zei het zo pakkend van... In a game that revolves around sneaking around and being tactical... The ability to go through fucking walls is fairly, is fairly empowering. Ja, maar... Het is ook wel een beetje OP, maar het lost niet alles op. Nee. Op een gegeven moment hebben we ook vastgezeten met hem. Hebben we het cleaned out? Yeah, cleaned out. Yes, okay. Nice. Oh, dat ging sneller dan vorig. Ja. Oh, hey, dit is weer hetzelfde level. Oh.